In deze video laat ik je zien hoe Emotional Freedom Techniques, EFT, in zijn werk gaat. En dat gaan we doen door onze eigen ademhaling te testen. Want stress, als eerste, slaat dat toch op je longen en je longinhoud. Dat doen we dus door 3 keer adem te halen. Adem in. En hou vast. En adem uit. En adem weer in. Zo diep mogelijk. En weer uit. Adem in door je neus. En adem uit door je mond. Bij de 4e keer gaan we nu meten hoe groot je longinhoud is. 0. Dat is eigenlijk een hele grote longinhoud. Er is geen stress. Of 10. Nee, ik heb heel veel stress. Kleine longinhoud. Dus adem in. En ontspan. Dus nu heb je een cijfer tussen 0 en 10 en dat is de intensiteit. En die gaan we natuurlijk zo goed als het kan verlagen. We beginnen met de startzin. En de opstartzin is kloppen aan de zijkant van je hand, waarbij je 1 vinger eigenlijk je pin kraakt en de resterende vingers aan de zijkant zitten. En dan zit je in ieder geval op het juiste punt. De opstartzin in deze, voor onze longen, bestaat uit: ondanks dat ik wat stress voel op mijn longen, accepteer ik mezelf volledig. En daarin, als je voor andere klachten gaat doen, is ondanks de klacht en dan accepteer ik mezelf volledig, is de vaste kern van EFT. Dus we gaan even met z'n allen en je kan me nazeggen: ondanks mijn stress op mijn longen, accepteer ik mezelf volledig. Heel goed. Het volgende punt, en dat is juist om de relaxatie, neutraliseren van de stress, is op je hoofd. En die zit hier eigenlijk het midden op je hoofd. En dan zeg je alleen je klacht. In deze is dat voor ons de stress op mijn longen. En het is de bedoeling dat je minimaal 7 keer klopt met de kussentjes van je hand, van je vingers. Maar dat door te zeggen wat de klacht is, heb je al vaak al de 7 keer te pakken. Tweede punt is het begin van je wenkbrauwen. En echt de wenkbrauw raken. Dus niet te hoog, dit is de veelgemaakte fout. Maar echt dat je de haartjes van je wenkbrauw voelt. En ik doe het met mijn vinger, maar je mag het ook met 3 vingers doen of 2 vingers. Dat maakt niet uit als je dat punt maar raakt. En hier zeggen we ook weer de stress op mijn longen. De zijkant oog, dus echt de zijkant in het kneepje, maar wel op het bot. De stress op mijn longen. 4e punt is recht onder je pupil, op het bot, onder je ogen, de stress in mijn longen. Dan tussen je neus en je bovenlip, de helft of het midden daarvan, de stress op mijn longen. Dan onder je mond heb je dat kneepje, daar zit hij in, de stress in mijn longen. En dan hier heb je je sleutelbeen. Daartussen naar links en naar rechts. Maar doordat je een platte vuist zachtjes hier kan kloppen, dan trilt allebei de punten en dat is voldoende. De stress aan mijn longen. En dan onderarm voor de dames op de BH-band, voor de heren op tepelhoogte. Het is eigenlijk 1 volle handbreedte onder je oksel. De stress in mijn longen. Nou, doe nog een extra rondje op je hoofd. De stress in mijn longen. Wenkbrauw. De stress in mijn longen. Zijkant oog, de stress in mijn longen. Onder oog, de stress in mijn longen. Onder neus, de stress in mijn longen. Onder mond, de stress in mijn longen. Sleutelbeen, de stress in mijn longen. En onderarm, de stress in mijn longen. En nu gaan we naar, zeg maar 1 of 2 rondjes, vaak kan je het ook al na 1 rondje doen, ga je testen van je klacht. Dus in deze, onze longinhoud, adem in. En hou vast en ontspan. En geef er weer een cijfer tussen 0 en 10. 0, je hebt heel veel longinhoud. En 10, de stress is hoog, maar longinhoud is kleiner. En als het goed is, heb je nu een lagere intensiteit, oftewel meer volume in je longen. Mocht het gelijk zijn of hoger, geen paniek, dan is het alleen waarschijnlijk dat je nog iets daaronder hebt zitten
wat nog niet is opgelost. Dus gaan ook je longen niet in de ontspanning. Dit is de uitleg van de punten van Emotional Freedom Techniques. Heel veel plezier.